11 Minute Podcast. We zijn hem niet zo heel vaak aan het doen, zoals we al vertelden. Maar we hebben alleen podcast als het heel erg belangrijk is. Of als wij vinden dat het belangrijk is. In dit geval is het wel belangrijk natuurlijk. Want Quinten is erbij. Ja. En ik ben er natuurlijk bij. En we hebben een aankondiging. Quinten is zwanger. Yes, jullie kunnen me feliciteren in de comment. Food baby. Food baby, ja. Nou, met de afgelopen dagen uit eten, dan heb ik echt wel het gevoel dat je inderdaad een goede food baby aan het maken bent. Ja, met de plekken waar ik heen ga tegenwoordig. Ja. Doei. Doei. We zitten inmiddels in de lounge. We zijn een podcast op aan het nemen, een keer in een andere setting. Leek ons ook wel een keer leuk. En de aankondiging is vooral om onze Quinten. Ja. Want Quinten heeft nieuws en hij is niet zwanger. Nee, dat is niet zo. Ik ga weg bij Bodykicks. Dat houdt in dat ik niet meer werkzaam zal zijn voor de beste man naast mij. En daarvoor wouden we dat graag aankondigen in de podcast. Yes, nou, dat was hem. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Nee, natuurlijk voor ons heel erg jammer. Nou goed, toch 3 contracten dan straks afgemaakt. 1 maandje eerder waarschijnlijk dan toch wel dienst. Omdat je gewoon bij je nieuwe werk of bij je nieuwe uitdaging kunt beginnen. Dan, dan is er ook gelijk voor jou ook weer iets meer versnelling in dat proces. Zeker. Als je nu gewoon terugkijkt, nou, laten we het even afronden naar 3 jaar. Ja. Wat is jou echt bijgebleven van de afgelopen 3 jaar in deze periode? Nou ja, voordat ik het antwoord op jouw vraag geef, wil ik sowieso wel even aangeven dat het niet is omdat ik het hier niet naar mijn zin heb. Of dat ik me niet meer uitgedaagd voel. Ik denk dat het belangrijk is om even te zeggen. Niet omdat ik niet meer fijn met de mensen kan. Het is gewoon puur voor mij een overweging geweest. Goh, wat is voor mij voor de toekomst voordeliger en nou niet voordeliger, maar waar... kan ik meer structuur voor mezelf ook aanbieden. En dat heeft ook keuzes in mijn privéleven te maken. Dus ik wou dat even voorop zeggen. Dat het niet ligt aan iets wat er tussen ons is gebeurd. Of met het team. Of iets qua werkzaamheden wat ik niet meer wil doen. Nee, het heeft puur te maken met mijn eigen keuze. En dat heb ik jou natuurlijk ook uitgelegd. Kom aan, Lulu. Ik vond het ook mooi toen ik het Joost vertelde. Dat Joost ook meteen zei, nou, ik gun jou dat. Ik vind dat fijn voor jou. En gewoon de zaken die we moeten regelen, dat moet natuurlijk gewoon even op papier zijn. En vanaf dat zorgen dat het netjes afgehandeld wordt. Maar dat vond ik sowieso heel tof van jou, dat wil ik sowieso ook even vermelden. En om terug te komen op jouw vraag, wat me meest is meegebleven. Nou, we hebben natuurlijk best wel veel meegemaakt, ook in doorloop van het team. Uiteindelijk zijn we met een team begonnen, daar is nu ik en Tijmen nog van over. Nou, nu zal dat alleen nog maar Tijmen zijn. We hebben de verhuizing meegemaakt, toffe events gedaan, heel veel dingen uitgeprobeerd samen, visies gedeeld. Ik denk, ik zei het net ook al in het begin voor de podcast, ik denk niet echt dat je spreekt over hoogtepunten, maar gewoon structureel, gewoon een fijne 3 jaar samen hebben beleefd met uitdagingen, ups en downs. En ik denk dat dat gewoon, hoe het ook is en dat dat ook goed is, zeg maar. Niet pieken, maar gewoon constant goed. En dat is ook terug in jouw dienstverlening te zien, weet je wel. Dat heb ik ook gemerkt de afgelopen 3 jaar. Het is gewoon altijd structureel goed geweest. En ik denk als de basis goed is, dat je niet hoeft te pieken, dat het gewoon steady gaat. Dat het over het algemeen goed is. Juist. Dus de hele periode was 1 groot hoogtepunt. Ja, inderdaad. Ja, dat is goed gezegd. Ja. Mooi samengevat. Ja. Nee, maar leuk man. Kijk, en natuurlijk, degenen die jou kennen, zijn natuurlijk ook belangrijk wat je dan gaat doen. Wat is dan die nieuwe uitdaging? Ja, dat op jouw pad is gekomen. Inderdaad. Nou, iedereen, ik werk hier dus 2 dagen. Ik doe dan ook nog zelf bij serieus personal training in Hengelo en Haaksbergen. Doe ik personal training geven. Nou, daar zit een kostenpakket aan verbonden. En, dus ik, bijvoorbeeld huur, ja, bijvoorbeeld vaste, huur, vaste lasten. Ik heb natuurlijk ook collega's waarmee ik dat samen doe. En nu ga ik over naar een ander pand. Dat houdt in dat het ook weer anders gaat zijn met huur. Nou, het voordeel daarvan is dus ook dat ik daar ook op contract uren kan maken. Dus het is gewoon voordeliger voor mij. En wat veiliger om inderdaad vaste uren te krijgen. Daarbuiten kan ik nog in hetzelfde pand mijn PT geven aan de klanten die met mij meegaan. En dan hebben we het nu dus over Big Gym in Enschede. Dat viel gewoon niet meer te combineren met dan ook nog 2 dagen hier. Als ik daar al 40 uur gevraagd word. Dat is gewoon niet mogelijk. Omdat ik daar bovenop ook nog mijn PT-uren wil gaan draaien. Ja, want zoals je het eerder had. Je bent nog steeds bij ons in loondienst. Mm-hmm. Bij Basic Fit in Hengelo-Haaksbergen, daar deed je uurtje, factuurtje en vaste huur, zeg maar. Ja, klopt. Ja, exact. Ja, en dat is straks heel anders voor jou. Ja. Dus als je dan kijkt naar gewoon puur privé met jouw vriendin,
Heb jij, nou, jij hebt natuurlijk een huisje in Enschede. Ja. Dan heb je in ieder geval een bepaalde stabiliteit. En ook, vertel wat jullie nog van plan zijn in de toekomst. Misschien iets meer solidere basis dan wat juist, je nu hebt. Juist, ja. En dat is gewoon ook in privéomstandigheden. Ga je daar gewoon ook mee praten van, goh, hè, ik heb natuurlijk een partner, wat de meeste mensen ook al weten. En een hondje. Weet je. Je gaat toch proberen samen te stellen van, goh, hoe zien we de toekomst samen? Zie ik dat nog voor me als ik elke avond aan het lesgeven ben? Ja, daar ga je over praten en dan probeer je dan acties op te ondernemen. En gelukkig heb ik een oplossing kunnen vinden. Nou, dat betekent wel dat je keuze moet maken. Ja. En nou, die keuze heb ik gemaakt. En nou, daarvoor zitten we hier om jullie te informeren. En ook zodat wij nog even kunnen terugblikken op de afgelopen 3 jaar... die ik echt met heel veel plezier hier heb gedaan. Ja. Ja. Kun je wat vertellen over events van Bodykicks? Of bijeenkomsten? Of iets waar jij of ja, op een wat dag... Ik, wat of... ik sowieso wel goed vind en dat ik daar ook denk wat ik ook mee ga nemen... is natuurlijk gewoon de teamtrainingen die wij hier doen. Jij investeert echt in het team en dat heb ik altijd heel erg gewaardeerd... Ook als er casussen zijn van, goh, hoe zou jij dit doen? Je maakt er altijd wel tijd voor vrij. Kijk, en voor jou is het natuurlijk ook, jij maakt al lange dagen van 8 tot 10. En om dan ook nog eens te investeren in jou, in het team wat je hebt. Waar je ook een uurtje even bijvoorbeeld kunt gaan lunchen of zo. Dat heb ik altijd wel echt als heel positief ervaren. Events sowieso, de betrokkenheid van PR's en pizza's. Maar ook uit eten gaan. Al dat soort dingen, dat is gewoon echt wel, dat doe je echt goed. En dat zal ik ook al voor de aankomende jaren ook mee gaan nemen. En daar leer je ook wel superveel van. Want jij gaat ook mensen aansturen straks. Ja, klopt. Ja, ja. Dat is mooi. Waar zie jij echt uitdagingen in? Ja, mensen aansturen is natuurlijk heel breed. Ja, nou ja, ik heb er natuurlijk ook geen ervaring mee. Dus het is voor mij sowieso een leerproces. Ik ben natuurlijk sportfanaat, daar weet ik wel alles van. En nou ja, we worden allemaal een jaartje ouder, dus uiteindelijk sporten is mooi en we hebben het daar ook vaak genoeg over gehad. Maar op een gegeven moment wil je jezelf toch iets meer naar de achtergrond verplaatsen en ja, toch iets meer het werk verdelen voor de mensen die niet onder jou zijn, maar met jou zijn. Dat is nog mooier gezegd. Andere rol en taakverdeling. Ja, dat denk ik wel. Ja, en ik denk dat dat ook gepaard gaat met ouder worden, dat denk ik wel. Kijk, op een gegeven moment sporten en kijk, jij bent natuurlijk nog super fit, maar voor de meeste mensen rond de 35, 30 gaat dan wel snel naar beneden. Je moet jezelf wel echt goed op peil houden om fit te zijn en de lessen die jij doet mee te draaien. Het scheelt dat ik 25 ben. Dus is ook zo. En dat je daar nog gewoon in mee kunt gaan, dat is niet voor altijd, weet je. Maar voor hetzelfde geld placeer ik mezelf nu, kan ik geen PT meer geven en dat is gewoon iets... Om over na te denken in de toekomst, denk ik. Ja, ja. Ja, je investeert in de toekomst. Daar komt het eigenlijk wel op aan. Ja. Ja. Heb je bepaalde zaken die je hier hebt opgedaan... meegenomen naar Basic Fit? Of voor jouzelf of voor je collega's? Weet je, dat is sowieso... dat is ook heel fijn. Kijk, sommige mensen die geven dan personal training... en die doen dan bijvoorbeeld dan maar 10 uur in de week. Daarnaast hoor je het meestal. Nou, voorheen deed je altijd meer, toch? Ja. Je deed meer. Ja, ja, zeker. En nu, omdat ik hier dus ook een aantal paar dagen ben... Kijk, je hebt gewoon een ander soort vijvertje waar je uit kunt vissen. Daar komen ook weer oefeningen uit. Daar komen ook weer trainingsmethodes uit. En dat neem je gewoon mee in ook het ervaring met mijn collega's bij de andere locaties. Ja, daar hebben wij zeker veel aan gehad. Dus het was ook wel eens dat ik hier dacht van... God, dinsdag doen we het hier zo, dan doe ik het woensdag ook zo. Mm. Ja, en dat is gewoon... dat is qua ervaring is dat wel echt goed geweest. Ja. Dat is wel echt goed geweest. Oh, dat is wel mooi. Want ik weet zelf nog wel één van de keren dat wij een teamtraining deden. Was een HIIT-workout. Die was best wel guur en zwaar en verrot. Achteraf ben je altijd blij. En iets later, op die dag of in die week, zag ik dat jij in een PT op een story iets hebt gedeeld. Met bijna dezelfde oefeningen. Ja, zeker. Toen moest ik lachen, want toen dacht ik, ja, wat hij zichzelf nu heeft aangedaan met ons, dat gunt hij nou zijn cliënten ook, zeg maar. Ja, maar dat werkte echt top. En daarin vind ik het oké. Okay. Misschien als het anders ingestoken was hier, met alleen maar werkzaamheden die bij een normale gastheer horen, zoals alleen maar schoonmaken en alleen maar een beetje praten hier. Daar had ik het hier ook niet zo lang volgehouden. Ja. Het is echt wel dat jij investeert in de allround werkzaamheden. In jouw collega's, zeg maar. Mm. Dat heb ik altijd heel erg gewaardeerd. En misschien kun je dat erin houden. Kijk, je weet natuurlijk niet hoe het daar al loopt. Ja. Dus we gaan het zien. Kun je iets vertellen over de coronaperiode? Want we hebben wel 11 minuten podcast en ik zie ook wel de tijd. Maar aan de andere kant denk ik... Ik heb eigenlijk nog wel wat vragen nu. Ja, weet je, wij waren natuurlijk begonnen en dat is nu 3 jaar geleden. En toen was het net weer begonnen of was het net weer afgelopen, de corona. Nou, ik weet dat
Ik geloof dat de derde lockdown eraan kwam. Die duurde iets meer dan een maand. Ja. Eind december tot en met januari ongeveer. Ik weet niet precies meer. Ja. En dat jij omschakelde van redelijk relaxed naar toch in één keer bellende en appende van shit, mijn toko gaat straks ook natuurlijk dicht. Ja, zeker. Dus los van de werkzaamheden die wij hadden voor onze leden, was jij natuurlijk ook in je achterhoofd bezig met je eigen business. Ja. Want dat weet ik nog heel goed. Dat weet ik ook nog heel goed. Dat je van redelijk laid back in één keer ging naar, niet paniekmodus, maar wel naar actiemodus. Nee, en ook in die tijd heb ik denk ik ook wel heel veel aan jouw feedback gehad. Gewoon aan het rustig blijven. Je had natuurlijk al ervaring helaas met lockdowns. Mm-hmm. Dus jij wist ook van, het komt allemaal goed. Je moet gewoon rustig blijven, je dienstverlening blijven doen op welke manier, hoe je dat ook doet. Maar voor mij was dat natuurlijk de eerste keer. Ik was natuurlijk ook net begonnen met serieus personal training. Dus daarin heb ik ook heel veel handvaten gehad, wat me wel gewoon geholpen heeft. Mm. En hoe dat hier ging, dan gingen we inderdaad allemaal naar buiten met de matjes. Ja, dat was ook wel een tijd dat ik echt dacht van is wel een pittige tijd om zo te beginnen, weet je wel. Ja. Gewoon met corona en ik wil natuurlijk niet voor je spreken, maar natuurlijk ook al aardige, stressvolle periode achter de rug. En ik denk dat ik jou daarin enorm heb inzien groeien en mijzelf natuurlijk ook. Ja. En ik denk dat het juist wel goed is om voor de bus gegooid te worden en daar weer beter en sterker uit te worden. En dat laat ons op het punt dat wij natuurlijk nu 3 jaar verder zijn. Hopelijk nooit meer, dat wij nooit meer een corona-lockdown of zoiets tegen hoeven te maken. Maar dat heeft jou wel heel weerbaar gemaakt. En wat je nu wel kan weerstaan, denk ik. Ja, en mijn, dat zeker weten. Je wordt er harder van. Ja. Maar wat mijn vraag ook een beetje was, of wat de intentie van de vraag was, is wat je er zelf van mee hebt genomen. Dat heb je nu eigenlijk ook al wel eigenlijk verteld. Ja, gewoon het snel kunnen aanpassen en leerzaam luisteren naar jouw dingen van, ik zou het zo en zo doen. Ja. Dus het gewoon het aanpassen en het hoofd koel houden, dat was iets wat in de eerste periode al goed is aangeleerd. Ja, uit nood uiteindelijk hoor. Ja, die periodes hebben veel stress meegebracht. Ja. Echt, het waren geen makkelijke periodes, maar het maakt je sterker. Ja, 100%. En uiteindelijk terugkijken is het allemaal, kunnen we er echt wel goed naar terugkijken. Maar, dat was toen wel pittig inderdaad. En je hebt de verhuizing meegemaakt van ons oude locatie naar de nieuwe locatie. Ja, klopt. Daar nog iets over te vertellen. Ja, hoe dichterbij het kwam natuurlijk. Want ik heb 2 jaar dan in het oude pand gewerkt. Hoe dichterbij het kwam, hoe serieuzer het natuurlijk wordt. En als je kijkt hoe het er nu bij staat. Ja, is dat echt wel gaaf hoe dat ons is gelukt in gewoon een weekje, weet je wel. Dat je zei we gaan een week dicht of zo, 2 dagen dicht of zo. Uiteindelijk heb je nog gekozen. En hoe het toen uitzag en nu uitziet. Ja, ik denk als ik hier over een tijdje terug gewoon van ziet het er weer heel anders uit. Mm-hmm. Hopelijk, hè, dat weet je niet. Maar denk het wel, als je gewoon doorgaat op deze manier, dan is dat alleen nog maar gaver. Heb je daar zelf ook nog wat aan gehad? Last van dat je natuurlijk de werkplek veranderd ziet, maar heb je er zelf ook als persoon of als professional wat aan gehad? Nou, qua verhuizing, ik denk dat het altijd goed is om de visie te creëren van waar ga je nou naartoe? Blijf je op het, want jij had ook kunnen kiezen om daar te blijven en uit te bouwen vanaf hier. Nou, je hebt toch de out of your comfort zone gestapt en dit wel gaan doen, weet je wel. Ik denk dat het niet echt iets is wat ik mee heb gemaakt, maar meer de visie van probeer elke keer beter te zijn, probeer out of your comfort zone te stappen, probeer nieuwe dingen. Dat me daarin heeft wakker heeft gemaakt dat het wel belangrijk is inderdaad. Oké, dat is wel interessant. Ja, dat vind ik wel. Weet je wat ik heb meegenomen? Hm. Want ik heb natuurlijk met onze oude collega's, een aantal er nu niet meer van bij ons werken, maar ook met jou heb ik nog gezeten voordat we gingen verhuizen, van hoe gaan we de indeling doen van de ruimte, weet je dat nog? Ja, zeker. En jij bent degene die heeft gezegd van, ik zou de entresolvloer waar we nu onder zitten, de verdiepingsvloer, die zou ik zo inrichten dat je ook al gelijk de zware apparaten voor de benen erop hebt staan, zodat je die nooit meer hoeft te verplaatsen. Ja, wellicht een paar metertje naar links of rechts of een paar centimeter. Ja. Maar voor de rest, dat praktische, het sparren met mijn collega's, dus waaronder jij ook, heeft mij wel mede doen beslissen hoe ik deze ruimte heb ingedeeld uiteindelijk. Ja. En ik weet nog dat Jolijn op een gegeven moment zei van, ik zou die groepstrainingsruimte zoveel mogelijk boven doen, dat ik daar helemaal nog mee in mijn hoofd zat van, dat is een goed idee. Ja. Maar dan kun je nog niet genoeg vloer in de ruimte zetten, waardoor het gewoon financieel nog niet mogelijk was. Dus dan is dat idee eigenlijk alweer van de baan. En toen kwam jij met deze optie, toen dacht ik,
dit is eigenlijk heel praktisch. En dit is wel een van de dingen die ik van jou bijvoorbeeld heb meegenomen. Ja. Omdat jij het weer op een andere manier zag dan ik bijvoorbeeld. Ik denk dat dat ook wel heel mooi is aan het team, weet je wel. Zoals iedereen heeft dan zijn idee en je probeert daar gewoon het beste uit te halen. En uiteindelijk komt het zo neer en uiteindelijk maak jij wel de beslissingen. Maar ik denk wel dat je dat goed doet, dat jij wel iedereen zijn woordje inderdaad even hoort. En even kijkt, want ik kan me ook nog herinneren dat wij echt iedereen in het team moesten opschrijven hoe hij het voor zich zag. Mm. En daar heb jij dan zelf... heb jij uitgekozen van, god, dit vind ik goed en dat vind ik goed. Hmm. Maar je hebt iedereen, ook al werk ik hier maar 18 uur of 16 uur, heb je wel gevraagd van, god, doe dat ook, want ik wil ook jouw mening erin hebben. Zou jij zoiets ook gaan doen in de toekomst, tuurlijk, denk je? Ja, natuurlijk. Ja, ik denk dat is ook iets wat ik hier heb geleerd. Je moet uiteindelijk wel... je kunt uiteindelijk wel de touwtjes in handen hebben, maar je moet toch met z'n allen een keuze maken. Ja. En zo hou je ook iedereen, niet tevreden, maar hou je wel iedereen betrokken erbij. Betrokken. Kijk, als jij iets had gezegd en iemand staat hier achter, nu kun jij in ieder geval ook zeggen tegen het team, wij staan hier met z'n allen achter. Ja. Dan moet je er ook voor gaan staan als iemand zegt van, god, waarom heb je het zo ingedeeld? Ja, dat hebben wij als team gedaan, niet omdat Joost of Tijmen of Ties dat wou. Nee, omdat wij dat wou. Dat hebben wij besloten. Ja, ja, dus heb ik ook in moeten groeien hoor. Dat is echt als team zijnde, als je het shirt draagt en je voelt je betrokken, scheelt dat echt heel erg. Mm. Is dat echt heel fijn. Mooi man. Ja. Is er nog een anekdote, een ervaring in Body Kings of met een van de leden of iets anders waar je echt nog zoiets van hebt van dat is leuk om te vermelden? Ja, nou, dat is de moeite waard om te delen, zonder namen te noemen natuurlijk. Ja, nee, dat snap ik, Nee. Genoeg die niet op camera kunnen. Maar ik denk als... Ja, met alles... Ik vond alles gaaf. Net zoals ik aan het begin zei. Zijn niet echt de hoogtepunten en verhalen van mensen die... hoe ik het sowieso hier heb ervaren. Op de dinsdag en de vrijdag dat ik hier ben. Is gewoon een hele open club. Iedereen is welkom. Weet je, het is heel gemoedelijk. Mm. Ja, die sfeer die voelde ik eigenlijk al wel vanaf het begin. En dat is hoe vaak je er bent. Hoe vaak je hier mensen ziet. Hoe meer dat ook wordt. Ja. En weet je, hopelijk hou je er gewoon contacten, vrienden, kameraden van over voor op langere tijd. En dat zijn ook zeker dingen die je niet bij elke werkgever zal zien, denk ik. En ook niet bij elke sportschool. Ja, dat is net een andere manier van... Ja, gewoon met elkaar zijn, bedrijfsvoering, hoe het hier geregeld wordt. Iedereen is welkom voor een drankje, voor een praatje. En dat is wel echt goed. Dat past jou wel. Dat zie je jezelf ook wel. En weet je, het contract met Enschede natuurlijk is wel iedereen wat op zichzelf. Maar ik denk als jij vanuit deze van dit milieu komt, dat je dat wel over kan brengen ook weer naar bepaalde mensen. En ik denk dat je zelf de sfeer kan maken waar je ook bent. En wat je doet, als je zelf toegankelijk bent en open, dan denk ik dat je alleen maar die energie terug kan krijgen. Ja, mooi. Ja. Mooi. Quinten is er nog tot en met de laatste dinsdag van oktober. Dat is 29 oktober uit mijn hoofd. Kan zijn dat ik het verkeerd heb, maar het is de laatste dinsdag van oktober. Klopt. Op ons 13-jarig bestaan op vrijdag 18 oktober is hij ook gewoon nog op de zaak. Ja. Er zijn nog 2 dagen dat hij nog vakantieuren op heeft, dus dan zal hij er niet zijn. Maar verder is hij er gewoon nog tot die tijd. Dus zou je nog met hem willen praten of nog even wat dan ook een vraag willen stellen. Om nog even uithuilen. Ja. Dan kan het allemaal nog. Om nog even gewoon lekker aangepakt worden met een flinke PT of een check-up. Dat kan ook allemaal nog. En bedankt. Jij bedankt. Juan Carlos. En heel veel. En nog box. Altijd. Heel veel succes. Dankjewel. Het is je gegund. Ik ben heel erg benieuwd waar we over een paar jaar weer staan. Ja, wie weet. Misschien kom ik dan wel weer een keer terug in de podcast. Ja, dat zou mooi zijn. Zou toch lijf zijn. Goed man. Iedereen bedankt voor het kijken en luisteren. Dankjewel. Op de podcast en op de YouTube. Ja. En rustig aan. Ciao. Doei.